Hallo allemaal, ik ben Alita en welkom bij de laatste aflevering van Vlogmas. Deze vlog gaat over 24 en 25 december. En hierin laat ik natuurlijk ook zien wat in de laatste dagen in de kalender zat, maar vertel ik ook wat ik de afgelopen dagen heb gedaan. Zaterdag begon aan... Michael probeert even langs te sluipen. Zaterdag was in principe, dus begon als een gewone dag, want in de morgen had ik gewerkt, ging samen eten, toch wat voorbereidingen doen. En dan in de avond, toen hadden we de kerstnachtdienst en daar zongen we ook een lied dat ik ontzettend mooi vind. En misschien had ik aan het einde, ik heb een stukje gefilmd, ik weet nog niet of het goed klinkt. Misschien dat ik een heel klein stukje daarvan invoeg, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar als ik dat invoeg, dan doe ik dat aan het einde. Nou, en vandaag was ook een hele fijne dag. De laag voor Alex lag aan de wat pakjes onder de kerstboom. Ik had een paar kleinigheidjes voor Michael had ik gekocht. En Michael die had zowaar iets gekocht wat ik niet aan had zien komen. Wat ik wel heel leuk vond. En dat is zo'n gesloten ecosysteem. Dat is zeg maar zo'n hele grote glazen pot. En daar doe je dan plantjes in een mos. En dat is dan zelfvoorzienend. En die had ik wel eens voorbij zien komen, maar ik had eigenlijk nooit de stap gezet om het echt ook aan te schaffen. En Michael is wel heel goed altijd om met kerst mij dingen te geven, die ik altijd wel heel leuk vind, maar waar ik zelf soms of tegen de prijs of tegen iets anders aanzie en het dan niet aanschaf. Maar dan verrast hij mij ermee. Zo ben ik dus, voor mij is het nu al 4 of 5 jaar terug, heeft hij mij toen verrast met een KitchenAid keukenmachine die ik ontzettend mooi vond, maar waar ik de aanschaf altijd een beetje tegenaan hikte. Ja, wat dus een, dus begon heel fijn. Konden we naar de livestreams en naar kerkdiensten kon ik luisteren. Bij mijn moeder ben ik geweest en daar heb ik samen met haar heb ik ook een dienst gevolgd. Mijn moeder en mijn zus die hebben bij ons gegeten. Dat was ook heel fijn. Alex was wel even iets teleurgesteld over de menukeuze, maar mijn man heeft heel snel kunnen schakelen en heeft nog iets lekkers voor hem erbij gemaakt, zodat iedereen met plezier aan het eten was. Mocht je trouwens afvragen wat ik draag, dit is een vest. Dat heeft mijn moeder gemaakt, de hele tijd terug. Ik denk toch wel misschien 30 jaar terug. En het is ontzettend lekker warm en van mij is het gemaakt in de jaren 90. Maar, die heeft ze een paar jaar terug aan mij gegeven, want hij past haar niet meer helemaal goed. En ik zag hem nu in de kast en dacht, nou met dit wat kouder weer, dan, of in ieder geval met wat kouder binnen, is het ideaal voor de kerst. Het is heel feestelijk en het is heel warm. Nou, ik heb natuurlijk heel wat materiaal gemaakt. Ik heb ook wat foto's en films gemaakt van de adventkalenders. En, dus ik ga nu even ook nog wat van dat materiaal invoegen. Mijn man die verraste me met een heel leuk en mooi cadeau, namelijk zo'n terrarium, zo'n gesloten ecosysteem, waar je met behulp van plantjes en mos en alles een ecosysteem maakt die zichzelf onderhoudt en waar die eigenlijk heel weinig verzorging daarna nodig heeft. Dus ik ga hiermee aan de slag en ik neem jullie met me mee. Deze is van Urban Jungle en dit is de maat Big Fatjo of Big Yo, ik ben het even kwijt. Oké. Nou, de plantjes zitten erbij, zoals je ziet. Er zit mos bij, die is nog vochtig. Potgrond, van die hydrokorrels en steenkool.
activated steens, geactiveerde steenkool. Dus ik ga de instructies volgen en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Ik denk dat dit wel een mooi plekje is. Ik heb de instructies gevolgd. Alles zit erin. De plantjes. Het op zit erop. En die moet ik er in de gaten houden. En als er nou een condens komt in de komende dagen, dan betekent dat het goed vochtig is. En ik ben heel benieuwd. Maar ik vind dit wel een mooi plekje. Want er zijn bij een raam maar niet direct zonlicht. Even kijken of dit een goed plekje is, anders moet ik een ander plekje gaan zoeken. Wat heb je nu gedaan? Ja, voor de kijkers thuis die misschien niet weten wat een zwarte ding is. Yeah. Alex got a new graphics card for his gaming computer. Okay. So we plugged it into the motherboard, hooked up the power. Yay. Now we're about to close it up. Ja, en die had je van Marktplaats toch? Yeah, I got it used from Marktplaats. Voor Alex dus die grafische kaart voor zijn computer. Lego. Wat een Bakugan. Ik weet niet waar hij de Bakugan zelf nu heeft. Die zijn waarschijnlijk boven. En nog een uitbreidingsset voor zijn Gravitrax. En dit is een verticale set, zodat je nog meer de hoogte in kunt bouwen. Maar hij was heel blij met al de cadeaus. We gaan nu fijn. Gaan we kerst vieren. Ik zou nog wat vertellen over deze. Is het nou in het Nederlands een kerstster of een kerstroos? Ik dacht dat ze een kerstroos noemen, maar in het Engels heet het een poinsettia. En ik heb er hele leuke herinneringen aan dit. Want ik associeer het eigenlijk een beetje met kerst in Amerika. Gedurende best wel een lange periode was ik tijdens de kerst vaak in Florida te vinden. En dan ga je... En dan tijdens de kerstnachtdienst, dan gingen we daar naar een speciale candlelight service in de kerk. En het was een soort samengestelde gemeente, waar een hele fijne sfeer altijd was. Ik ben nu al een aantal jaren dus niet met de kerst in Amerika geweest, dus ik weet niet hoe het nu is. Maar in die periode was het ontzettend fijn. En dan tijdens de kerstdagen, dan was de kerk altijd helemaal versierd met zulke poinsettia's. En later ontdekten we pas een beetje hoe het precies werkte. Het was namelijk zo, je kon dan namens iemand anders of in herinnering van iemand of vanwege een jubileum, kon je dan zo'n kerstponsettia kon je dan aanschaffen. En dan in de kerstdagen, dan was dus de kerk er helemaal mee versierd. Er was dan ook een soort stellage en dan leek het bijna een boom, een kerstboom vol met van deze poinsettia's. En... als dan de diensten voorbij waren, dan werden dus die kerststerren die werden dan gegeven aan de persoon waarvoor ze bedoeld waren. Dus als jij ze bijvoorbeeld voor je ouders had aangeschaft vanwege een jubileum, dan kon die hem ophalen. En als iemand ziek was, noem maar op. Dus, ik dacht zo, dat is zo'n slim idee. Want op dat moment is dus die kerk was dus helemaal mee versierd. Het was ontzettend fleurig en mooi. En daarna werden natuurlijk de ontvangers er ook blij mee gemaakt. Dus je had en leuke versiering, de ontvangers waren er blij mee en je had ook nog opbrengsten ervan. Maar zodra ik dus altijd deze bloem of plant zie, dan moet ik dus altijd denken aan kerst in Amerika.
En nu zag ik, was ik net bij de supermarkt. En dit is trouwens een hele kleine. Dit is echt een mini variant. Normaal zijn ze met veel meer bloemen. Maar ik vond dit eigenlijk wel heel erg leuk. Ik denk nou gewoon één op mijn tafel. Samen met de leuke plantjes en de bosbloemen die ik dus van mijn werk heb gekregen. Dus ik heb nu een hele leuke versierde kersttafel. Dan denk ik dat ik nu alles heb laten zien wat ik wilde laten zien met Vlogmas. Ik heb het heel goed ervaren deze keer. Ik wil je heel ontzettend bedanken voor alle leuke reacties, lieve reacties, bemoedigende reacties. Soms als ik daar niet zei, dat ik denk van ja, dan moet ik toch even kwijt, maar ik weet niet hoe jullie daarin staan. Dan kreeg ik daarna toch wel hele bemoedigende reacties. En ik heb op meer afleveringen kunnen opnemen dan ik had verwacht. En ik heb niet zo heel veel kunnen doen aan mijn adventssjaal. Maar dat is helemaal niet erg, want die komt ook wel af. Ik zal wel even laten zien hoe ver ik ben. Want ik heb nu de derde kleur heb ik erin. En ik laat tenminste even aan deze kant zien. Dan aan deze kant. Dus ik ben absoluut niet ontevreden. Ik vind elk stukje wat ik nu eraan brei, vind ik gewoon ook leuk. Het is geen moeten, het is gewoon fijn om aan te werken. Maar dit is dus de sjaal van Wollobby in een fanproject. Er zijn al mensen die hem af hebben. Echt ontzettend goed. Heel veel respect dat jullie gelukt is. Met alle beelden en filmen en vlogs en andere projecten die ik opeens bedacht, is het mij dus niet gelukt. Maar zoals ik al zei, dat is helemaal niet erg. Nou, zoals ik al zei, ontzettend bedankt voor het kijken. Ik ben me nog aan bezinnen hoe ik mijn komende afleveringen ga doen. Ik denk wel dat ik bij de licht gestructureerde afleveringen blijf, maar met misschien wat meer spontane beelden tussendoor. Ik denk dat het gewoon een soort mix gaat worden. Maar we gaan gewoon ontdekken van hoe dat gaat worden. Misschien dat ik dit jaar nog een aflevering op kan nemen. Dat ligt er net aan. Want ik ga me namelijk ook voorbereiden voor de hobbybeurs. Wordt hier weer in Urk gehouden op 28 december. En waar heel veel plaatsgenoten een hobby laten zien. En ik ga waarschijnlijk deze keer mijn spinnenwiel meenemen. En de box van Vrouwtje met alle mooie walletjes. Ik bedoel, dat ziet er gewoon al heel mooi uit als ik dat daar neer kan zetten. Dus ik denk dus dat ik mijn spinnenwiel meeneem. De bolletjes om te spinnen, wat gesponnen wol, iets wat ik heb gemaakt van de gesponnen wol, en dat ik op die manier wat kan laten zien. Ja, neem nog maar één facet van mijn hobby's, dus misschien dat ik ook nog mijn adventssjaal wil meeneem en wat breien. Ik weet het nog niet. Maar het is dus woensdag al, dus ik moet wel een beetje aan de slag om daar iets mee te maken. Maar daar is het dus naar uit te zien. En als ik dus tijd heb, dan probeer ik misschien nog een aflevering te maken. En anders misschien aan het begin van volgend jaar. En dat het dan een soort terugblik wordt van dit jaar, van 2022. Met de projecten die ik heb gemaakt. Of ik ga gewoon even kijken hoe het loopt. Ik wil jullie dus nogmaals danken voor het kijken. Ik wil je ook nog goede dagen wensen. Mocht ik jullie niet meer spreken voor het einde van het jaar, ook de allerbeste wensen. Al het goeds. Nog gezond, fijn, gelukkig 2023. Dankjewel.